Wheel of Energy is een groot succes. Steeds meer enthousiaste mensen melden zich aan om mee te lopen voor het goede doel, de strijd tegen kanker. Weer of geen weer, ook afgelopen week werd er weer volop gerend. Maar liefst 2 marathons van ruim 24 uur stonden er op het programma. En zelfs tijdens de jaarwisseling was het wiel volop in beweging. We wilden heel graag 24 uur in het Wheel of Energy lopen met Sportschool Erwin, het Wassenaar. Daar zochten we een gekke datum voor. We hebben gedacht aan kerst, we hebben gedacht aan oud en nieuw. En uiteindelijk is het toch oud en nieuw geworden, omdat dat toch een beetje een feestavondje wordt. En champagne erbij, oliebollen erbij. En zo proberen we een beetje de sfeer te creëren om het Wheel of Energy heen. Uiteraard is champagne. Onze plaatselijke supermarkt heeft de champagne gesponsord voor ons. Dus we hebben een glas op 2011 en op alle mensen waarvoor we doen. Ja, uiteindelijk is het ook wel zo dat natuurlijk hoe langer dat die hier staan, dat mensen er ook niet omheen kunnen. Dan denken, hey, het wiel draait weer. En dan zien ze uiteindelijk dat er steeds meer actie omheen komt. En dat is ook wel een beetje de achterliggende gedachte geweest om te zeggen, we doen dit 365 dagen. Dan kunnen we uiteindelijk op het einde van de periode, kan niemand er meer omheen. Ik heb jaren geleden mijn zus verloren. En toen heb ik, nu zag ik Richard een paar weken geleden. En toen dacht ik van oké, die meneer die moet ik gaan steunen. Dat doel dat moet ik gaan steunen. En toen heb ik gedacht van ieder bijzonder dag dit jaar ga ik hier in dat gat lopen. Dus met haar verjaardag, met mijn eigen verjaardag, op nieuwjaarsdag. Want dat is altijd, dan begin ik altijd op het graf, dus dan doe je dat nu hier. En toen vertelde ik dat tegen de jongens met wie ik op zondagmorgen train voor de marathon. En die zeiden, ja, we gaan mee. En dat waren de 6 en dat waren de 12 en dat waren 6 uur en dat waren 12 uur. En tot dat glijm met wie ik het heb georganiseerd, dat hij zei, maar je wacht even, jij kan wel 24 uur. Waar bestaat de ondersteuning uit vandaag? We hebben vandaag gezorgd voor de hele catering van de 28 uursloop. Je hebt zelf ook meegelopen. Ben je een geoefende loper? Nee, absoluut niet. Ik heb een hekel aan hardlopen. Maar voor het goede doel maak ik graag een uitzondering. Nou, allegenen die nog niet gelopen hebben en die ontzettend twijfelen, er komt een nieuw jaar aan. Zet even door, trek je loopschoenen aan en doe mee in Wheel of Energy. En je doet het ook nog voor een goed doel en je wordt er zelf ook nog gezond van. Kom gewoon.